Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook iets moois maken. Een mooi stuk op tafel, iets met verbindingen. Dus daar gaan we straks mee aan de slag. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. En blijf je op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties. En daarnaast kun je dit pakket bestellen via www.uwonlinebloemist.nl. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel dan op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand ook nog eens kans op een leuke prijs. Dus dat is alleen maar leuk. En ik vind het leuk om te zien wat jullie allemaal maken. Dus vergeet dan vooral mij niet te taggen. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Ik heb een heel mooi groot onderbord van heel mooi hout. Echt super mooi. En daarvoor gebruik ik twee kleine taartjes met een onderschaaltje, zodat het niet lekt op het bord. En dan haal ik jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb dan mooi vilt. Ik vind het heel leuk om hier mee te werken. En dit vilt heeft twee kleuren, dus je kan kiezen welke kleur je het mooist vindt. En als je hem één keer door midden knipt, zoals ik nu heb gedaan, twee gelijke stukken, past die precies om het taartje heen. En ik doe er eerst even een klein beetje folie onder. Hij lekt natuurlijk niet door de lekschaaltjes, maar om het vilt niet nat te maken, vind ik dat gewoon mooier. Dan krijg je geen rare kringen in het vilt. Ik doe het plastic er gewoon even omheen en dan knip ik het bovenaan af. En dit doe ik met beide taartjes. Dan doe ik aan de beide buitenzijden het vilt. Ik neem het lekschaaltje gelijk even mee, zodat je die straks niet ziet. En daaromheen doe ik wat touw. Dan gaan we beginnen met een beetje pistacheblad. Je kunt dus de takjes weer splitsen. Kijk even hoe je dat doet. Dat je geen rare afgeknipte takken krijgt, maar dat je het echt eventjes er tussendoor doet, boven een blaadje. Dan kan je heel veel weer gebruiken. Je gebruikt het ook kort in het stuk, dus zo kort mogelijk. Dan hebben we super mooie pioenen om te zoenen. Even goed schuin aansnijden en die steek ik ook in beide stukjes. Ik maak twee dezelfde stukjes namelijk, om het zo mooi rustig te houden. Maar je kan hier ook in spelen. Schuin aansnijden en zorg dat hij ruimte heeft, zodat hij ruimte heeft om te bloeien, omdat hij natuurlijk groot wordt. Dan heb ik mooie gerbraadjes en je steekt even voor in de oase. Met een steel snijd de gerbra even aan, stopt hem erin, haalt hem even uit en snijdt hem nog een keer aan. En ik doe dus alles elke keer twee keer. Dan heb ik een mooi disteltje en deze vind ik qua kleur er heel mooi in. Dan stop je dus op vijf verschillende plekken de berengras en die pak je bij elkaar. En dan zet je het eind, ik knip vaak eventjes de puntjes af, dat vind ik trouwens mooier. En dan zet je aan het eind de berengras weer vast in het andere stuk. Je kan ervoor kiezen om dat zo rechtop te doen, dan krijg je echt een boog dat je aan het eind ook
bol lood. Maar je kan het ook zo doen. En dan zet je hem vast met een krammetje. En dan zie je dat hij net wat verder doorloopt. Dat geeft ook een heel sierlijk effect. Ik hoop dat jullie dat goed kunnen zien. En dat is wat ik nu ga doen. Zet je gewoon even met een krammetje vast. En dan zie je dat je op een hele mooie verbinding krijgt. En je kan best nog wel een beetje schuiven met de berengras. En dan maak je hem echt heel apart mee. En dan maak ik de buitenzijde af met een beetje most. Dat leg ik eromheen. Niet te veel, maar her en der een klein plukje en een beetje schors. Ik vind het ook mooi dat je nog een deel van het diemblad ziet, omdat die heel mooi sierlijk is. Maar ik vind het ook mooi natuurlijk als er een beetje schors en mos terugkomt. En dan heb je echt een heel mooi sierlijk stukje. Je kan dus spelen met de taartjes. Je kan er zelfs drie van maken, dat je dan speelt met het berengras van de een naar de ander. Je kan er eigenlijk alle kanten mee op. En dan hebben we echt een heel mooi apart stukje weer. Door eigenlijk iets simpels heel apart te maken, door verbindingen te maken en met materialen te spelen, krijg je iets heel moois. De ondergrond is al echt super mooi, maar op deze manier maak je het helemaal af. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. Zou ik heel erg leuk vinden. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer.